De tribunes zijn heel matig bezet. En dat begrijp ik ergens niet, want Groningen speelt goed dit jaar 2019. Zeker thuis. Maar goed, de opstelling. Met Pat, Zeefuik, De Wierik, Chabot of Chabot en Handwerker. Het middenveld met Belhassani, die speelt voor Memisevic, Rijs en Bruns. En vooraan Doan, Sierhuis en Mahi. Dat is de opstelling van FC Groningen dus. Scheidsrechter is Serdar Gusebujuk met zijn assistenten Charles Schaap en Jan de Vries. Alle drie met een FIFA-badge op, dus international. De beide aanvoerders, Mike de Wierik speelt zijn 200ste eredivisiewedstrijd en Danny Post. Danny Post die ooit zijn eredivisiebuut maakte in het shirt van FC Groningen tegen FC Utrecht. Dat was ook zijn enige wedstrijd in het eerste van Groningen. Want daarna speelde hij verder voor Jong Groningen. Maar nu al jarenlang dus de geboren Amsterdammer. Captain van VVV. Met Onderstal in het doel. Achterin Rutten, Reuzeler, Van Bruggen dus op de positie van de geblesseerde Promes. Die we heel veel sterkte wensen en veel kijkplezier vanmiddag. Het middenveld dus. En voorin Opoku, Mlappa en Joosten. Heel veel sterkte, Gerald Promes, thuis kijkend, hopen we. Doan staat op scherp, die moet eens oppassen. Tijdje weg geweest met de Aziacup. Maar goed, vanmiddag is hier dus weer smaakmaker van FC Groningen. Schabbel. Suntjes. Belhassani. Dat was een aardig idee van Doan, maar de overtreding is van Post. Mahi. Doan niet. Van Ooyen. Mahi. Mahi. Mahi en Oerenstal en dan Sierhuis. Oh jongen, wat een kans. Via de lat over. Wat een kans, Sierhuis. Oh. Knappe actie van Mahi daar. Het schot. Een foutje ook van Oenestal, maar wordt niet afgestraft door een Sierhuis. Suntjes. Mogelijkheid voor Opoku. Oh, wat een slecht schot. En nu een rare bal van Chabot. Goed, een weggegeven hoekschop. Peter van Ooyen. Met heel veel lengte dus bij VVW voorin. Maar daar komt die bal niet. Nu wel bij Post. Zo, Danny Post. Wat een goal zeg. Ho, 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 wat een knal. En zo zal Chabot nog wel eens even nadenken over de corner die hij weggaf. Wat een geweldige goal van Danny Post. Doan. Zeefuik. Loopactie van Doan. Voordeelregel toegepast. Nu niet. Dit is een vrije trap. Dat lijkt me duidelijk. Het wordt Belhassani. Ja, men schreeuwt om Hens. En Kusebujuk fluit. En wat gaat hij doen? Geeft hij nu al een penalty of... Wacht hij. Komt de VAR er toch aan te pas? Ja, tegen de elleboog, als je kunt liplezen. Dus strafschop. Ja, hij draait erin. Ik vind dit heel erg zwaar.
Kusubuyuk ook overlegt nog. Maar ik denk niet dat zij zegt dat de scheidsrechter fout zit. Mahi dus. Boom, 1-1. Handwerker. Een overtreding van Rutte en die krijgt geel. En die staat op scherp. Dus die mag volgende week uitrusten. En we gaan nog kijken naar de actie van Rutte dan kennelijk. Wat is dit dom en onsportief? Dit kan wel eens een rode kaart kosten. Ja, hij is de sigaar. Twee geel wordt rood. Rutte weet het al en is weg. Je weet dat er in Zeist wordt meegekeken. Je weet dat de VAR er is. En waarom doe je dit dan? Wat is dit oerdom? En wat benadeel je je ploeg daarmee? Zoutjes aan de bal. Kom. Bellazzani met een lekker schot. En weer zo'n moeilijke redding van Oenestal, de tweede al. Het begin van de wedstrijd al een bal los die door Sierhuis op de lat werd geschoten. En nu deze, een ketser. Foutje van Opelkoel. Vrije trap is inmiddels genomen. Groningen wil tempo maken. Wil nog voor de rust de knock-out uitdelen. Sierhuis! Ho, weer de lat, de tweede keer al van die spits. Bellazzani dan. Zoontjes trapt de bal weg. Spektakel genoemd dus. Handwerker. Handwerker, ja, dat is ook een penalty. En geel. Mlappa. Ja, die denkt dat hij aan het vrije worstel is. Mahi dus. Ja, 2-1. De eerste was hard en hoog, deze laag en zuiver. Groningen op voorsprong. Bruns. Handwerker. Met Dekker voor zich de nieuwe man, Mahi. Sierhuis, nee. Het zit hem nog niet mee. Joosten. Reusler of Reis, het is Reis. Doan dan. Doan en Oenestal. Dekker gaat zich met de inworp belasten. Dat doet hij nu. Richting Opoku. Bruns komt weg. Dit is een mogelijkheid voor Mlappa. Dit is een mogelijkheid voor Mlappa. Wat heet en dan is het 2-2. De man die schuldig was aan de tweede penalty, haalt nu zijn gram en schiet de gelijkmaker binnen. Wat een sensatie zeg. Bruns, Doan draait open, gezien door Van Brugge, die een schop krijgt van Doan. Doan krijgt de gele kaart en dat betekent een schorsing. Die staat op scherp. Kan dus niet meedoen in de wedstrijd tegen Utrecht uit vrijdagavond. Opoku. Zoontjes. Opoku weer. Opoku, het zal toch niet waar zijn? Het zal toch niet waar zijn? Nee! Eerst Joosten en daarna Mlappa. Toch behoorlijke kans voor VVV hoor. En een fluitconcert voor FC Groningen, dat staat de knoei achterin.
Zeefuik. Sierhuis. Zeefuik weer. Mahi. Bellassani. Ah, lekker schot en een goal ook. Wat een mooie goal van Bellassani. Loopt zuiver. Ja, dat is leuk voor hem. Want hij is met grote verwachtingen naar Groningen gekomen. Maar niet altijd basisspeler. En nu 3-2. Mlappa. Sierhuis. Mahi, dit ziet er goed uit. Links is El Ankouri. Gaat hij voor eigen en glorie? Ja, dat doet hij, maar hij mist. Raakt de bal niet goed. Had hem misschien ook af moeten spelen naar Mahi. Maar ja, je maakt een keus. Opnieuw El Ankouri. Bellassani. De Wierik, ho! Dit is een jubileumwedstrijd, de 200ste. Wat een mooie redding van Oenestal. Zeefuik en Doan, dat is een goed koppel aan de rechterkant. Zeefuik legt hem goed klaar, laat lopen. El Ankouri, jongens, jongens, Groningen. Had de marge al groter kunnen maken. Doan krijgt een schop, post, Doan krijgt nog een keer geel en krijgt dus nu rood. Was al geschorst voor de volgende wedstrijd en moet er nu af. Waarom doe je dit, Doan? Waarom maak je zo'n overtreding daar? Groningen trekt de winst over de streep. En zo doet Groningen uitstekende zaken in 2019. En gaat er nu over VVV heen op de ranglijst.